In de nieuwe eindtermen is er eigenlijk heel veel nadruk gelegd op computationeel denken. Computationeel denken is een belangrijke tool om problemen te gaan oplossen. Maar niet iedereen heeft die intuïtie. Leerlingen die die intuïtie niet hebben om daar automatisch mee aan de slag te gaan, ja, die moeten ook problemen kunnen oplossen. Dus is dat belangrijk als leerkracht dat je hen leert om computationeel te denken. Waarom willen we leerlingen laten programmeren? Hè? Eerst en vooral, die digitale tools zijn er, hè? Die computers zijn er, dus waarom zou je ze niet gebruiken als alles dan veel gemakkelijker kan gaan? Bijvoorbeeld routineuze taken, hè? Dat kan je automatiseren door een computer in te zetten. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf, dus je moet eerst een algoritme verzinnen en dan moet je dat ook programmeren in die computer. Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld een volledig project doen, gelijk Kiks. En dan gaan ze dus programmeren volgens het doel van Kiks. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn, los van een totaalproject, dat dus de leerkracht wiskunde gewoon in zijn les spreidingsdiagrammen gaat gaan tekenen of grafieken van rechten tekent en die met elkaar laat snijden. En de leerlingen moeten dan programmeren. Hoe kan ik die rechten op mijn scherm laten verschijnen? Hoe programmeer ik dat snijpunt van twee rechten berekend wordt enzovoort? Dus wij doen altijd het programmeren als tool, maar niet programmeren op zich alleen, maar altijd met een bepaald tool om inzichten te vergroten. Dus we leren de leerlingen ook een goede aanpak. Hè. Bijvoorbeeld werkt in kleine stukjes, werkt in modules, maakt eerst een programmaatje voor dit, dan een programmaatje voor dat. En als al uw verschillende stukjes werken, gaat dat dan gaan combineren tot een geheel. Ook eigenlijk de stijl van het programmeren, het proper programmeren, rekening houden dat iemand anders je programma moet kunnen lezen. Dat programmeren niet een job is van jij alleen achter je computer, maar dat dat eigenlijk teamwork geworden is. Dus dat proberen we de leerlingen allemaal mee te geven.